Je moet zeker nog via doorpuzzelen, heel hard werken en met elkaar het gesprek voeren over hoe je nou het beste je nieuwe rol als overheid bekleedt. En dat varieert per eigenlijk taak die je hebt. Het andere punt is wel van je neemt meer risico's nu. Als je als gemeente medewerker of je nu wethouder bent of directeur of gewoon medewerker, ga je in die maatschappij allerlei vragen tegenkomen waar je van wordt verwacht daar iets mee te gaan doen. Het eigenaarschap van een proces in de organisatie tot en met bestuur om problemen op te pakken, op te lossen of kansen juist te benutten, dat is een heel nieuw fenomeen wat je de vaardigheid in moet zien te groeien. Het is een zoektocht samen ondernemen, inclusief college en raad, maar ook de medewerkers en de mensen van buiten, een heel belangrijk zoekproces. En dat moet de komende jaren echt doorgaan, terwijl ook gelijk moet worden dat je gaat normaliseren.